Oké. Okay. Daar gaan we hoor. Kinderbedje. Zo is het. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het leuk. Ja. Zeker. Ja, er is natuurlijk ontzettend veel keus. Ja, nogal. Dus we moeten even een goede uitzoeken. We gaan het uitzoeken. We kijken wat er allemaal is. Ja. Ik vind die leuk, maar... Ja, hoogslaap is ook wel grappig, maar dat... Ja, vind ik hier niet echt passen in deze kamer. Nee. Maar ik denk het leuke aan deze is dat hij en heel stoer is voor een jongen... Ja. En met die sterren heeft het ook wel iets schattigs voor een meisje. Nou, inderdaad, ja. Ja. Nou, hebben we alles? Jij weet natuurlijk precies wat we hier allemaal hebben. In deze hebben we gewoon alles, ja. Oké. Nou, aan de slag. Aan de slag. Oh, jij wilt natuurlijk meteen de maat zien. 50 bij 70, ja. Ja. Ja, ik heb het ontwerp uitgeprint. Dus eventjes de stappen op een rijtje. Als je het ontwerp hebt, dan weet je natuurlijk de maten. Dus dan teken je het af. Als we het uit hebben getekend, dan kunnen we het uitzagen. Zagen. Tegen elkaar zetten. Ja. En dan moeten we nog een bodem hebben. Ja, ik ga gewoon een lat helemaal binnenin. En dan gewoon met die rachos een latte bodem maken. Jij gaat alvast is het zijkantje en kunnen wij die straks samen aftekenen? Ik haal de vurenlat even. Is goed. Thomas en Vrouwtje maken ondertussen alvast zelf een knus kinderbedje. De vurenlatten. Oké, okay. Nou, dan kunnen we de zijkant gaan aftekenen. Ah, dat maak je gewoon zo uit de losse pols. Ja, toe. Ja. Als we dan deze uitgezaagd hebben, dan hebben we gelijk het malletje voor de andere zijkant. Dit bedje wordt 150 centimeter bij 70 centimeter. De ideale maat voor een peuter. Hé, hey, dit is dan de mal voor de tweede. Dan ga ik daar aan beginnen. Ja, en wat is dat eigenlijk voor ding? Ja, hè? Ja, denk, wat is die gozer allemaal aan het doen, hè? Ja. Nou, ik ga die wielen maken. Dus ik maak hier een malletje. En die komt hier doorheen. Die zet ik vast met dubbelzijdig tape. Mm-hmm. En die zet ik vast met een schroefje. En dan heb ik gewoon een mooie. Dan kan je hem zo uit. Ja. Dankzij dit handige trucje weet Thomas helemaal zeker dat hij twee gelijke cirkels uitzaagt. Beide panelen zijn af. Thomas is nog even bezig met de wieltjes. Ja. En ik ga de sterren uitzagen. En je kan natuurlijk gewoon een gaatje in het midden boren en dan met een decoupeerzaag het uitzagen. Maar ik ga het doen met een multitool. Oké, en dan kunnen de wielen, oftewel de poten eronder. En als we deze zijkant gaan, doen we ook de andere zijkant. En dan kan het hoofdend en het voetend ertussen. En dan staat die aardig in elkaar. Hè? Dit is het hoofdeinde. Precies, ja. Er is een beetje een lijn ertussen en dan wil ik hem gewoon spijkeren. Klaar. Mag ik zeggen dat ik er eigenlijk best wel een beetje trots op ben? Ja, dat mag jij. Dat hebben wij goed gedaan. Ja, echt zeker weten. En relatief vrij simpel. Ja. Cause you're a sky full of stars.